Gefeliciteerd, je tekent uh, je allereerste profcontact bij Sparta. Wanneer uh, ging te spelen? Uh, ik denk uh, een week of drie geleden eigenlijk. Drie, vier geleden kreeg ik het te horen. Uh, moest ik uh, boven op het kantoortje komen en uh, ja, kreeg ik het nieuws uh, binnen. En wat was het eerste wat je dacht toen je gebeld werd waarschijnlijk om in gesprek te gaan met technisch directeur Gerard Nijkamp? Ja, ik kreeg een belletje van mijn zaakbenemer dat ik op gesprek moest komen. Dus toen ja, had ik niet echt nog een idee van, uh, ja ik was wel benieuwd wat het nou eigenlijk zou zijn. Uh, misschien een evaluatiegesprek of, uh, ja je hoopte natuurlijk wel op een contract zeg maar. Maar dus, uh, ja, dat is uh, goed leuk nieuws om uh, te krijgen. Ja, je hoopte erop. Had je wel verwacht dat ze het zouden aanbieden of kwam het een beetje als een verrassing in dat gesprek? Nou, verrassing niet direct. Uh, ja, die, die dag eigenlijk wel, maar de, dat het eraan zat te komen, dat, uh, ja, dat voel je wel een beetje. En uh, uh, dat had ik ook wel verwacht, dus dat, uh, dat niet. Maar die dag was wel een verrassing, uh. Je bent uh, op hele jonge leeftijd uh, binnengelopen oh, bij de Sparta in de jeugdopleiding. Ja, kan je vertellen over hoe je route is geweest van uh, op het moment dat je eigenlijk bent begonnen met voetballen naar, uh, naar het moment dat je nu je eerste popcontact tekent? Ja, ik begon bij DSO in Zoetermeer. Uh, toen was ik vier toen ik begon, daar heb ik zes jaar gevoetbald. En op mijn tiende werd ik gescout. En toen uh, mocht ik een paar stage trainingen, stage wedstrijden. En toen uh, in de onder 11 uh, heb ik mijn eerste jaar uh, bij Sparta afgewerkt. En uh, sindsdien eigenlijk uh, elke keer uh, de jaartjes netjes afgewerkt. Uh, bij elke trainer mijn, uh, mezelf ontwikkeld. En uh, ja, nu staan we hier. Uh. Wat, wat zijn nog dingen die bij jou bij zijn gebleven in de jeugdopleiding? Uh, nou, best wel veel. We zijn uh, in de onder 15 zijn we naar Japan gegaan. Dat was wel echt uh, denk ik het hoogtepunt in mijn uh, in mijn tijd in de jeugdopleiding, nou, kampioen worden in onder 13, uh, promoveren in onder 17. Dat zijn wel uh, mooie, mooie dingen die bijblijven. Op weg naar uh, nog meer hoge punten nu dan. Uh, ja, je speelt je wedstrijden bij uh, Jong bij Sparta. traint veel bij het eerste mee, maar komt voornamelijk in de weekend in actie bij uh, Jong bij Sparta. Hoe gaat het seizoen voor jou? Uh, ja, ja, prima. Uh, ik ben het seizoen begonnen als rechtsback. En uh, nu de laatste vier, vijf wedstrijden sta ik weer op middenveld. De positie waar ik eigenlijk altijd uh, in de jeugd gespeeld heb. En dat uh, bevalt ook wel heel lekker. Dus uh, als we even schakelen, even wennen weer. Er uh, zijn natuurlijk hele andere principes en hele andere dingen waar je weer op moet letten. En... Uh, je komt in een heel andere duels. Dus uh, dat, uh, ja, daar ben ik me nu weer even op aan het focussen en uh, dat gaat goed. Dus dat uh, gaan we doorpakken. Is de positie op het middenveld ook echt waar, waarin, waar Sparta jouw toekomst in ziet liggen? Uh, ja. ja, ik ben wel een speler. Ik kan op veel posities. Ik zou ook uh, centraal heb ik veel gespeeld. Daar kan ik spelen op middenveld, rechtsback. Maar voor nu is het middenveld wel weer even waar ik uh, op wil focussen. Maar heeft Sparta mijn rechtsback nodig, hebben ze me centraal nodig, dan uh, zal ik altijd klaarstaan. Uh. Je tekent uh, vandaag voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar. Dus je ligt in, in ieder geval tot 2025 vast. Yes. Wat uh, zijn je ambities uh, tot die tijd uh, uh, Mijn ambities zijn nou, nu het seizoen gewoon uh, goed afmaken bij jong. Uh, voorbereiding uh, bij het eerste aansluiten. En uh, ja, me daar laten zien aan de trainer dat ik uh, van waarde ben. En uh, ja, langzame stapjes uh, toch dichterbij komen en aanhaken en uh, minuten maken. Veel succes. Dankjewel.